Hallo, kijkers, en welkom bij een hele nieuwe video hier op Tim Games. Het is een hele lange tijd geleden dat ik weer een video heb opgenomen. En ook hier voor mijn camera heb gestaan. En opnames heb moeten doen. En een lijstje heb moeten maken waar ik het vandaag over ging hebben. Want er gaat er is best wel wat gebeurd de afgelopen jaar. Ik heb ook het, op een lijst van hoe ze nu met mee. Heel simpel. Ik heb al een jaar lang geen videos opgenomen. Wel hier en daar een beetje gestimd aan het begin van het jaar. Maar niet meer voor de rest eigenlijk. Dus het is dus eigenlijk een uitdaging met, 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 wat, 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 wat ik doe. Wat, wat heb ik gedaan. Nou, eigenlijk ben ik, kan ik heel simpel zeggen, ik ben afgestudeerd, ik heb, vijf, ik heb vijf jaar een studie gedaan, vijf jaar drie studies, laat ik het zo zeggen. ben ik klaar mee, dus ik ben afgestudeerd. En ja, ik heb eigenlijk werk, een vaste baan. Wow, dat had ik niet verwacht eigenlijk, dat ik in datzelfde jaar, jaar eigenlijk al een werk had gezocht, of had, al werk had eigenlijk. Waardoor ik uiteindelijk ook geen virus meer heb genomen, want de studie die ik deed was echt gewoon pittig, Eén jaar niveau vier. En daar moest ik alles in doen. Waardoor ik gewoon geen tijd had om, om video's te maken of games te spelen of wat dan ook. Dus dat was ik godswijd lang dat ik klaar ben. Dat ik ben afgestudeerd. Maar daarom ben ik de hele tijd niet meer aanwezig geweest. En ik laat me nu weer van me horen. Dus hey, fuck ja, yeah, ik leef nog steeds. Dus ik ben niet dood. Maar jullie hebben, als het goed is, heel simpel moet zijn, hebben jullie. Voor mij vorige week, of de week erop, hebben jullie een video gezien van een teaser van Landscape van Mura. En dat is dan mijn volgende puntje. King. Hey, want we hebben deze tweet gezien en we hebben. Misschien die tweet en deze tweet hieronder. Ook nog mijn tweet misschien nog. Kingdom 1 komt terug. Hashtag soon. Hashtag 2024. Komt Kingdom Hearts terug. En daarbij komt ook de Kingdom Hearts terug, waar ik ook in zit. Ik ben weer Hertog. Ik ben weer content creator. Dus we kunnen weer verwachten dat hele toffe video's. Hele toffe streams weer gaan komen. Het enige aparte eraan is wat de andere vier afleveringen nog gaan doen. Dat is nog een beetje waar afwachtend wat de rode lijn wordt van Kingdom Hearts. Zometeen. Mocht het zo zijn dat iets met tijd reizen en tijd multiverse of wat dan ook. Dan kunnen we heel simpel zeggen: die vier afleveringen zijn non-canon of canon. En dan kunnen we gaan kijken: Van oké, okay, misschien dat dat, dat tijd daarin terug is gespoeld met tempels en shit en zo. Helemaal gaaf, magie. Dus dat is even verwachten wat we daar nog mee gaan doen. Maar dan staat het wel in ieder geval voor de video. Als het kennen is of non-kennen. Kennen blijft, dan blijft het gewoon zo staan. Als non-kennen staat, dan staat er gewoon non-kennen. De King hashtag 1, 2, 3 of 4. King Mura komt terug. De link staat hier ook in de beschrijving van, van de King Mura Discord. Kom daar alsjeblieft in. Meld je aan als figurant. En je kan mij helpen en ondersteunen met de content. Want zonder de figuranten. En er zijn nog best wel wat figuranten die hier al in zitten, die mij al hebben geholpen. Daar ben ik alleen maar blij mee. Want zonder jullie als figuranten, dus eigenlijk ook een, ook een shout-out naar de figuranten van Mura, die in de Muurdesco zitten en een figurantenrol heeft. Door jullie kan ik de content maken. Door jullie kan ik de, 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 de video's maken. Het simpele daaraan is: aankomende zaterdag voor Kerst, komt er nog een video online van de King de Mura. Ik ga daar nog niks van spoilen. Je moet er maar kijken. Ik zeg wel. Probeer even de video's van Nikkels te kijken. Link zit in de beschrijving qua, qua afspeellijst. Kijk die alsjeblieft. Een beetje, dan, dan begrijp je misschien een beetje wie welk karakter is. Ik ben wel wat een beetje gespoild nu. Maar nog steeds, kijk die video. Kijk even de video's van Nickels terug. En dan weet je precies waar de hele video om draait. Wat we verder gaan doen met Kingdom. Ik weet het nog niet. Nou, ik weet hier en daar wel wat van. Ik sta blij. Ik ben blij dat het Kingdom weer terugkomt. Want Kingdom is het project wat ik gewoon tof vind. De content die ik kan maken. Ook hetgene wat... Zeg maar, ik sta daarbij ook te stralen gewoon. Weet je Kingdom 1 komt terug. Hele toffe zooi erachter Spelen zijn alweer uh, gejoind. Ook oud-spelers van Mura die begin seizoen 3 uh, zijn gestart eigenlijk. Die zijn geinvited of zijn gejoind of wat dan ook. Die komen nu allemaal terug. Waaronder Nikos. Ja hoor. De enige echte leider Nikos komt terug op de Kingdom. Dan is nog een beetje een belangrijk dingetje. Wat ga ik dan verder met... Tim Games content doen. Kingdom content is ook Tim Games content, waaronder gameplay video's en de gameplay streams. Dus je hebt twee soorten video's en twee. Wacht, twee soorten video's en twee soorten uh, streams die je kan gaan krijgen. Dus denk eraan, er komt heel veel content qua Kingdom naar Tim Games toe. Ga ik ook andere content doen? Ik weet het niet. Ik vind het lastig om daar een antwoord op te hebben, omdat ik niet weet of ik zo meteen tijd genoeg heb om ook nog content te maken, uh, of om nog andere content te maken, of andere streams te maken dan Kingdom. In ieder geval met de drukte die ik heb op werk. Ik heb ook een, uh, nog, een, nog, nog een studie die ik er nog naast loop. Dus het is een beetje lastig in plannen en kijken: van, gaat het me lukken? Mocht het wel komen, hey, Formule 1, let's go. Dus die content gaat ook nog steeds door. Uh, mocht het lukken. Want het kost gewoon heel veel tijd. De normale content duurt al heel veel tijd. Laat staan de content qua video's voor Kingdom 1 al. Qua de story, qua de roleplay. Heel simpel. Tim Games komt gewoon terug als Kingdom ook terugkomt. Simpel. Anders ga ik het niet redden namelijk. Maar laten we dat niet negatief erop afgooien. Nee, Kingdom komt terug, Mura komt terug, toffe content komt eraan. Misschien niet alleen van mezelf, maar misschien ook van andere mensen die streamen of content maken. Dat is ook handig als je de Mura Discord gewoon joint. Daarmee blijf je gewoon op de hoogte van de content. Blijf je gewoon op de hoogte uh, wat wij als Mura doen en wat ik als Games ook doe. Want daar hou ik ook wel dingen in de gaten en sneak peeks en wat dan ook. Is misschien wel handig. Ik zou zeggen, jongens, join de Mura Discord. Dat is ten eerste. Join. Tweede, kijk de video's van Nikkels terug. En kijk, aankomende zaterdag om 2 uur. Ja, ik, po ik, ik poed hem gewoon in de middag. Zaterdag om 2 uur komt een kingdom video online van Bura. Dus, heel simpel. Jongens, wat jullie van mij gewend zijn misschien. Vonden jullie deze video leuk? Dan een je hem Wil je meer? Abonneer, like, mensen. Ik de volgende keer. En in de volgende aflevering, de volgende video. En ja, dat kan content zijn. Dat is kingdom content, want dat komt zaterdag. Dus, jongens, ik zie jullie. Uh, tot dan. Hou